dachten, we moeten één lied hebben dat door iedereen gezongen kan worden. En dat lied staat dan symbool voor de vrede in de wijk Overvecht. Mm-hmm. We hebben daarvoor een tekstdichter gevraagd, Ruben van Gogh. Dat is een dichter hier uit Utrecht. Mm-hmm. Die heeft een tekst geschreven en samen met een componist, Bob Zimmerman, een heel vredeslied daarvan gemaakt. En dat lied heet Elk van ons. En dat lied gaan we dan door alle kinderen hier in de wijk gaan we aanleren en laten zingen. Hoe lang heb je erover gedaan om dit nummer te leren eigenlijk? 1 week. Elke dag. Zou je een stukje kunnen zingen van het liedje? Ja. We geven vrede door, als we als een koor, zingend vechten voor een aangename wijk. Elk van ons is anders, maar samen, samen, klinken we gelijk. Vrede door, ja, precies. Als we als een koor, zingen vechten voor een aangename wijk. Samen, samen klinken we gelijk. Mannen, op dat gelijk wil ik een accent. Dus niet gelijk, bloem, 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 kletsch. Nee, samen, samen klinken wij gelijk. Pittig hoor. Ja. Dus we hebben één refrein gezongen, normaal. Ja. En dan zitten de 3 tellen rust voordat we de 2e keer inzetten. Als je dat pas doet, dat samenzang, ja, dan is het heel gemeen. Je raakt heel snel van een ander in de war. Dus je, ja, moet echt focussen op je eigen partij. Het is heel erg van, hoe als ik mijn stem maar goed heb, dat heb ik vooral. Het is gewoon een kwestie van er goed voor gaan zitten en jezelf concentreren. En gewoon helemaal in jezelf gaan zitten totdat je het kan. Wat is vrede voor jou? Ja, dat je aardig tegen elkaar doet. Vrede is dat je geen ruzie maakt en lief tegen elkaar bent. Dat de mensen geen ruzie maken. Tegen mensen aardig zijn. Mm-hmm. En tegen mensen niet slaan. Mm-hmm. En tegen mensen niet schreeuwen. We geven vrede door, als een koor. Zingen, vechten voor een aangename wijk. Elk van ons is anders, maar samen, samen klinken we gelijk. Elk van ons is anders, maar samen, samen klinken we gelijk. We zijn Marokkanen, Afrikanen kwamen uit de binnenstad. Turken zijn de horen, mensen dus van overal, van Lebanon. Wij hebben hem gered, dus wij zijn een beetje van de tegenwoordige tijd. Met dit lied kan je ook laten weten dat we toch met elkaar te leven hebben. En je moet elkaar kunnen respecteren zoals je bent. Je wordt er gewoon blij van dit nummer. Want ja, vrede is gewoon leuk. Het is veel leuker als oorlog en geweld. We geven vrede door en samen, samen klinken we gelijk. We geven vrede door.